Packfest van de fucking dag. Like de video voor deze Packfest. Packfest. Like nu echt gewoon de fucking video. En ja, like de video, let's go. Yo YouTube, is het hier. Lang niet gezegd, lang niet gesproken. Mijn haar is echt een kakje vandaag. Het valt echt gewoon niet. Elk haartje is apart. Doe het wat ze zelf willen. I don't know, alsjeblieft haar, doe normaal. Vandaag gaan we de Power of Special Effects bekijken. Dan gaan we het op een hele leuke manier. Want ik heb enkele foto's van scènes uit films of series waar je het effectje ziet en waar je ziet hoe ze het eigenlijk gedaan hebben. Super cool, super leuk. Ik heb geprobeerd zo normaal mogelijke films te nemen die iedereen kent. Toch bijna iedereen, denk ik, als jullie ooit films of zo kijken. Maar ik denk dat dit wel tof is om te doen. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zal zeggen, let's go. Oké, laten we beginnen. De eerste foto is een foto van Daenerys. Dus ik weet niet of er mensen zijn van jullie die Game of Thrones kijken. Game of Thrones, geweldige serie. Ik denk als je 15 of zo bent, dat je die serie gewoon moet kijken. Het moet. Game of Thrones, een van de beste serie. Gewoon de allerbeste serie die er is, vind ik persoonlijk. En ik heb een heel leuk shot uit deze film. En er is dus Daenerys die er zit met, weet ik veel wat, is kussentje of zo. Zo'n stok. Ziet er wel droog uit. De actrice hier zelf, en eigenlijk gewoon elke acteur in elke film, ziet ook pas het beeld hoe het echt zou moeten zijn als de film bewerkt is. En geef toe, het ziet er belachelijk uit. Het ziet er fucking, het ziet er eigenlijk echt gewoon debiel uit. Groen kussen! En zo heb ik dat hier dan dit van kunnen maken. Holy shit! What the fuck happened? Waar de fuck is het groene kussen? Fucking special effects. Zien jullie hier nu ook een draak? Hallo draak, hello. Lukt echt niet, ik moet nooit films maken. But what the fuck? Check die... What? Crazy. En dat is gewoon een fucking kussen met een stok aan. Oké, volgende foto. Een van mijn favoriete films aller tijden is Matrix. En ik weet niet waarom, maar ik vind Matrix gewoon geweldige films. Die films fucken heel je hoofd op. Als je die film nog niet hebt gezien, ga even een DVD huren of zo. Of koop de film op Netflix. I don't know. Maar ga hem zeker eens checken als je hem nog niet hebt gezien. De allereerste Matrix is geweldig. Als je die film hebt gezien, dan moet je een uur zitten en denken over het leven. En in die films wordt er heel veel geschoten, gesprongen, allemaal fucked up shit. En dan is één van deze dingen dead. What the fuck? Je ziet Keanu Reeves daar hangen. Neo in de films. Hangend in de lucht, omgeven door groene fucking greenscreens. Op het moment zelf denken die mensen waarschijnlijk, ik weet niet waar de fuck ik ben, ik hang hier gewoon. I don't give a fuck. Maar nadat special effect team zich heeft bezig gehouden met deze scène te bewerken. Wow. Het leuke aan Matrix is ook dat ze in de nabewerking gewoon een groene color corrector over de film hebben gegooid. Waardoor de film er eigenlijk altijd groen uitziet. Dus dat is dan wel grappig, want heel die film is één grote CGI. Dat is crazy. Van dit naar dit. Greenscreen, you did a good job. Groen kussen, jij deed geen good job. Echt niet. Echt gewoon niet. Misschien moet ik ook eens een greenscreen kopen. Dan kan ik ook alles doen. Dan kan ik mij in elke plek zetten. Oké. Volgende is pijnlijk. En die wou ik er eigenlijk niet in zetten. Omdat hij zo pijnlijk is. Maar ik doe het toch. Harry Potter. Ah. Oh, doe het alsjeblieft weg. Wat is dit? Wat is dit? Dit is niet... Dit is zo fake. Alsjeblieft, doe het weg. Doe het weg. Ze hebben er wel dit van kunnen maken. Dat is wel fucking awesome. Dit is wat ik wou zien. Maakt me niet uit dat het fake is. Voor mij is het echt. Harry Potter. Doe het alsjeblieft weg. Dit kan niet echt zijn. Dit is zo pijnlijk om te weten. Dat is eigenlijk gewoon in de blauwe kamer. Heel de film. Dat allemaal fake is. Dit is gewoon het echte. Dit is fake. Dat hoop ik. Dat hoop ik echt. Anders is heel mijn leven gewoon één fucking grapje. Deze foto is van Guardians of the Galaxy. Vond ik een super leuke film. Een beetje anders dan alle andere superheldenfilms. Let erop hoe die meneer daar zit. Die meneer zit daar. Ik haat mijn leven. Alsjeblieft. Alsjeblieft, haal me hier weg. Maar eigenlijk is die meneer niet echt een meneer in de film. Maar in de film is deze meneer dead. Holy shit. Ik snap zelf niet hoe ze het gedaan hebben met dat gezicht en zo. Zoals ik al zei, ik snap niks van greenscreens. Maar het is wel epic. Die meneer zit daar als een fucking doofus. Als een lame ass shitty fucking... Dat waren te veel schaaldoorden achter elkaar. Als een trolletje met een groene kap over zijn hoofd. En hij verandert gewoon in een fucking dier. Sick. Fucking sick. Zo'n pak is echt super leuk, denk ik. En dat kost ook niet veel. Dus ik denk dat ik zoiets wel ga kopen. Zo'n one suit. Echt awesome. De volgende foto is van de film Life of Pi. Vond ik een superleuke film. Ook al was het echte verhaal volledig anders. De tijger, echt. You broke my heart at the end. I cried a lot. Maar als je dat ziet, dat zo is gedaan. Ja. Ik weet dat ze sommige scènes wel de echte tijger hebben gebruikt. Maar je kan niet altijd de echte tijger gebruiken. Maar dit doe je eigenlijk niet. Dit is zo pijnlijk. Ik bedoel, ze hebben zelf ogen op het kussen getekend. Om het dan in dit te laten veranderen. Wat wel super awesome is. Het ziet er niet eens fake uit. Het ziet er fucking echt uit. Super cool dat je gewoon een fucking lame kussentje kan veranderen. En een fucking tijger. Misschien moet ik ook eens naar de filmschool gaan. Kunnen ze me dat ook allemaal leren. De volgende foto is van Alice in Wonderland. De echte film, niet de tekenfilm. En ik ga nu
is omgekeerd, want ik ga jullie eerst deze foto tonen. Zo ziet het eruit in de film. Twee dekzakjes, raar dier en Alice, die aan het wandelen zijn door het bos. Maar als je zelf eens gaat denken, je weet dat deze dingen gewoon niet kunnen in het echt. Dus hoe de fuck zouden ze dat gedaan hebben? Wel, dat hebben ze zo gedaan. What the fuck? Die mensen lopen op, weet ik veel wat, ze lopen op spaken of zo, die ook groen zijn. Ik heb flauw idee hoe ze dat rare dier daar hebben gezet, want die staat in deze foto niet eens erop. En ik weet niet waar achterin hangt, of dat UFO's zijn of zo. I know. Probably UFO's. Fucking UFO's. Er staat daar ook een random mannetje links. Geflowde wat die aan het doen is. Die denkt waarschijnlijk, ik ben een boom. En is het waarschijnlijk niet. Oké. De volgende en de laatste foto heb ik genomen voor de meisjes die Twilight fans zijn. Ik haat Twilight. Voor het persoonlijk echt kutfilms. Please don't hate me for that. Het is niet mijn genre van film. En ik ga jullie weer eerst de gewone foto laten zien. Hier zie je hem, de weerwolf. Ik weet zijn naam niet precies. Het is zo'n dude. En elk meisje vindt hem fucking lekker. En dan heb je daarachter dat wijf staan. Ik weet haar naam ook niet. Ik heb nooit één Twilight film echt uitgekeken. Maar dat is wel nice. Je weet dat weerwolven niet echt bestaan en zo. En een beetje streelt de weerwolf gewoon. Want in de film is die weerwolf gewoon die doet. Die Taylor of zo. Ik weet het niet. I think it's Taylor. Maar als je dat ziet hoe ze het gespeeld hebben, op deze manier, die dude heeft gewoon een fucking pyjama aan, zit in die pyjama. Dat meisje denkt waarschijnlijk, I'm scratching your head. Fucking vet gedaan. Geen flow die hoe ze dat doen. Het is niet eens een green suit of zo. Het is grijs. Het is wel fucking awesome gedaan dat je van zo'n dude gewoon een fucking weerwolf kan maken. Oei, ik ben mezelf aan het bellen. Dat was niet de bedoeling. Dikke apps naar de mensen die dit gemaakt hebben. Het is waarschijnlijk fucking moeilijk en waarschijnlijk veel makkelijker dan YouTube filmpjes maken, want dat is wel fucking moeilijk. Respect naar jullie team van de mensen die dat gemaakt hebben. I appreciate your work for the films. En dan heb ik nog één foto van de Dark Knight Batman dus. En dan hebben we Two-Face. Iedereen kent Two-Face wel. Dus deze dude. Fucking awesome gedaan. Ik vroeg mezelf altijd af of het gewoon make-up was of zo. Nee, make-up gebruiken, dat doen ze gewoon niet meer. Te veel werk. Als je alles kan bewerken, waarom zou je dat niet op deze manier doen? We doen veel minder werk gewoon. Beetje fucking magneten op je gezicht kleven of zo. En dan ben je ineens fucking Two-Face. Ik bedoel, als je dit ziet, denk je toch zelf ook van, oké, het is gewoon make-up. Nee, ze moeten fucking magneten op zijn gezicht plakken. En dan hebben ze niet alleen zijn gezicht echt veranderd, maar als je er eens op let, en eigenlijk is dit bij alle foto's, eigenlijk gewoon in elke film, let op de color correction. Hoe fake ze elke kleur gewoon maken om, ja, om het er gewoon echt uit te laten zien. I should teach myself how to do that. Als jullie dat meer zo denken hadden, smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid, ik zal zeggen, bedankt om te kijken. I like you, I love you guys. Tot de volgende keer. Is er iemand van jullie ziek of zo? Want echt, heel mijn school is ziek. Snap je?